Hoe sta ik ervoor? Nogal zielig. Kijk, Leen, dit, ik drink water. Oh, wat drink ik toch veel water? Ja, ik heb een ander idee, SpongeBob. Kom eens mee. Zo, morgenochtend gaan we hier van start met de nieuwe bewegingslessen. Ik zal er zijn. Zo mag ik het horen. En voor jou beginnen de lessen wat eerder. Geef me eens een paar crunches. Het enige wat ik in die mond van je wil zien is deze waterfles. En wat heb ik jou gezegd? Altijd water blijven drinken. Let op, dit zijn pas crunches. Ja, 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 ja. Oh, dat kan ik ook. Dat doe ik altijd als ik lach. Alleen doe ik dat nu op mijn rug. En kan je dat ook zonder die lach? Ik draai je niet omheen, Leonard. Waarschijnlijk niet. Als dat voor je werkt, prima. Ga vooral zo door en niet vergeten... altijd water blijven drinken. Oké. Ik heb nog een hoop administratie te doen. Gratis handdoeken! Gratis handdoeken! Gratis handdoeken! Gratis handdoeken! Gratis. Moet je dat per se voor mijn neus doen? Ja, absoluut! Want ik wil jou de grond van mijn hart bedanken voor een ervaring die mijn leven heeft veranderd. Cirkel! Lekker hangbuikje! Hangbuikje? Oh, ik vergeet mijn persoonlijke project! Oh, mijn Neptunus! Oh, die komt wel, maak je geen zorgen. Leonard heeft van mij een nieuwe man gemaakt. Hij heeft me geleerd om te doen wat je altijd doet, maar dan wel op je rug. Lachen op je rug! Lopen op je rug! En niet vergeten, altijd water blijven drinken. Oftewel, heel veel water drinken. Ik hoop dat het goed gaat met Leonard. Als we toch moeten wachten, kunnen we net zo goed even fietsen op onze rug. Hey Leonard, bedankt voor al die gratis stoom. Haha, sukkel. Oh, wat maakt het ook uit? Wie neem ik nou in de maling? U wilde me spreken, meneer? Ja. Luister, jij bent nu duidelijk de alfaman op de sportschool en ik ben maar een dikke schim van mijn oude ik. Ik begrijp het, Leonard, maar ik moet nodig terug naar de krokante kraam. Ik wil dat jij het overneemt. Je bent een geboren leider, SpongeBob. Neem jij maar de leiding over het leuke werk terwijl ik hier bij de receptie blijf zitten en langzaam dikker en bleker word tot ik doodga. Anemoontjes! Leonard, kijk me aan. Ik ben te groot om nog achter de grill te staan. Dat vind ik zelf ook heel erg. Kom dan maar hier en geef me een broknuf. Bedoel je een bruf? Ik vertik het zo te noemen. Op ons nieuwe leven dan. Ons vreselijke, vreselijke nieuwe leven. Wat is er gebeurd? Dude, je had gewoon te veel water gedronken. Dat waren geen echte spieren. Dat waren waterspieren. Leonard, jouw bruf was zo berensterk. Je hebt die waterspieren er zo uitgeperst. Niet dat woord gebruiken. Bruf. Mijn been! Mijn been! Met die laatste heb ik de school van mijn dochter betaald. Oké, dan maar met grof geschud. Mijn been! Voltop! Bedankt, Doc!
Daar ben ik blij om, Fred. Maar je moet wel voorzichtiger zijn met je been! Ach, kom op, Doc. Het is maar één been! Ik heb er toch nog één? Het is maar een been! Het is maar een been! Het is goed, Fred. De volgende keer dat ik je zie met een gebroken been, dan vervang ik hem gewoon door... Met wat? Een robotbeen! Cool. Dat is misschien cool voor jou, Fred. Maar wat zou de robot daarvan vinden? Dat is mijn been! Dat is mijn been! Oké, Doc, ik snap het. Ik zal voorzichtig zijn met... Mijn been! Dat beloof ik. Goed gedaan, Tom. Hallo, Fred. Je been is stop! Uit de buurt bij mijn been, SpongeBob. Oh, Fred, het spijt me zo enorm van die trein over je been! Tjoeke, tjoeke. Mijn been! Flashback, kriebel. Alsjeblieft weg, ja. Oei, je weet wat. Ik bescherm zijn been. En wel, incognito. Hallo allemaal, kijk eens wie er is. Mijn been! Dit is een werk! Oh nee, dat is niet veilig, Nikta! Welkom terug, Fred. Goed beenwerk. Maar weet je, het is een stuk veiliger als je een tafelboot gaat gebruiken. Wauw, serieus? Ja, Fred, dat houdt je op zijn been. Let op. Maakt niet uit, Fred's been is veilig. Is heel erg gestrest, Dr. Charlie Horse. Je hebt gelijk, Fred. Hij is zo stijf. Maar ik heb een goede remedie. Doe je schoenen uit en kom maar mee. Als je het mij vraagt, zit er een luchtje aan dit plan. We zijn hier niet om dingen te ruiken, Patrick. Het gaat hier wel op Fred's been. En dat kan ik niet alleen. De beste ontspanning voor je. Jouw been! Is te lopen op hete kolen. Hete kolen! Nou, Fred, ogen dicht en zeg mijn naam met deze oude mantra. Mijn voeten zijn koud. Mijn voeten zijn koud. Mijn voeten, mijn voeten, zijn, voeten koud. Zijn koud. Mijn voeten 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 zijn koud. Voeten zijn koud. Mijn voeten zijn koud. Mijn voeten zijn koud. Mijn voeten zijn koud. Transcendentie. Oh. Oh man, serieus? Het is een themafeestje. Gewoon meedoen. Zeg het, Fred. Nee. Zeg het. Mijn been. Hoi Fred, ik heb een goocheltruc die je zal betoveren. Oeh, ga je mijn been in tweeën zagen? Of het laten verdwijnen? Of er een konijn uittrekken? Nee, ik ga niks doen met je been. Oeh, moet er vandoor, SpongeBob. Tijd om een dijen te boeden. Oeh, mijn been. Ik kon het niet riskeren dat Plankton mij zou volgen naar de koopjesmarkt voor de echte ingrediënten, of wel? Mijn been. Dus... Mijn lijstje was nep, dus geen apocalyps! Geen apocalyps! Ik heb de wereld gered! Ja!
Mijn eerste gast en ik hebben pas samen gedineerd. Hij is echt een hele goede vriend van me. Geef hem een applaus, de Krabburger. Fijn dat je weer van de partij bent. Insgelijks hoor, BB. Ja, het spijt me enorm, maar je was gisteravond toch niet zo verrukkelijk als ik had gehoopt. Oh, geen paniek. Meneer Krabs geeft je vast een tegoedbon. Wie zit jij daar te praten? Moeder! Waarom stoor je me altijd tijdens mijn fantasietalkshow? Jij marcheert nu onmiddellijk naar boven. Je zet het vuil buiten, droogt dat bord af en je laat dat worm uit. Nou, daar heb ik geen zin in. Ik ben het zat, moeder! Ik ga nu verhuizen! Verhuizen? Je kan niet eens je eigen was doen! Het enige wat ik nu zie te vinden zijn twee capabele tuffers. Maar waar vind ik zo'n stom tijd op zo'n korte termijn? Oeps! Sorry, Bubbelbas. Wat een stelletje capabele suffertrick! Hey, SpongeBob en Patrick. Mijn gelegenheidsvrienden. Willen jullie wat doen voor een gratis lunch? Gratis lunch! We verhuizen al mijn spullen uit de kelder van mijn moeder naar de kelder van mijn oma aan de andere kant van de stad. We beginnen met de sofa. Oké, Patrick, hup met die lafziek. Oh, mijn arme rug. Nu zullen jullie helaas alles zonder mij moeten doen. Nou, dan zie ik jullie op dit adres. Oké, dat was het laatste. Ja! Nou, ik hoop dat we niks vergeten zijn. Oh, sorry mevrouw, er loopt u even om ons heen. Om jullie heen? Oh, ik ben Lady Opdraai, de 333ste. En dan moet ik om jullie heen lopen? Jullie moeten maar gewoon achteruit. Achteruit? Achteruit, Patrick! Wat zeg je? Hé, hey Patrick, we moeten echt wat voorzichtiger zijn. Huh? Patrick? Hey, focussen, Patrick, focussen! Oké. Dat is perfect! Oh.
Daar ben ik. Met de betoverde spatel van Provinciale Pap. We zijn in een echt moeras. Eeuw, waarom draag ik deze kraag des schaamte? Hij staat je supergoed. Ik veracht de natuur. Nou, je moet het wel eerst een kans geven. Ruik die moeraslucht toch eens. Waar komt die verachtelijke vloeisel vandaan? Slijmerig en verfrissend. Dit kan toch niet waar zijn? Deze plek is een nachtmerrie. Ik zal mijn wonderwalvis antivirus nooit meer terugzien. Wie is dat dan? Mijn wonderwalvis, die schurk heeft mijn dierbaarste bezit. Grijp hem! Doe mijn tikkertje, het tikkertje is leuk! Tikker, jij bent hem! Erachteraan! Waar is die nou? Misschien is hij in die verfomfaaide bouwval. Ik denk het niet. Hij zit eerder in die schuur. Het zijn maar een paar inheemse bubbels. Hallo. Deze twee stonden hier door het raam te loeren. Het zijn dieven! Ze proberen onze illegale pepersaus te stelen. Illegale saus? Onze moerassaus is zo pittig dat hij je koppen helemaal afblaast. Ik verzeker jullie dat wij geen interesse hebben in die walgelijke saus. Wat is hij dan aan het doen? Noem je dat pittig? Erachteraan, jongens! Ik ben niet dat jullie kunnen ontsnappen! Koelbloedige klieren. Die kokos schuilt keihard inmaken. Die pepersaus heeft mij al keihard ingemaakt. Dat is het. Oh, dat ken ik hoor, maatje. Oh ja? Tuurlijk, maar er is niks beters om je weer helder van geest te krijgen dan een ritje op de jetski. Heb je wel eens op een jongen gezeten? Nee, het leek mij altijd een beetje te sportief voor mij. Nou, je leeft maar één keer en ik heb toevallig een extra helm bij me. Waarom ook niet? Hey!
zijn best een goed team. Inderdaad. Weet je, ik ontmoette vanmorgen een mafkees die een hekel had aan klarinetmuziek. Hey, dat is helemaal niet cool. Wat voor hersenloze kwal heeft er nou last van andermans passie? Daarom mag ik jou wel, Teendert. Het is Leender. Het zal wel. Het punt is, wil jij toevallig met mij naar de opening van een galerie vanavond? Tja, dat is niet helemaal mijn ding, maar... Voor jou? Tuurlijk. Maar ik moet nog wel even bij mijn appartement langs voor een proteïneshake. Wat? Dat is zulke rotzooi. Dat is geen rotzooi. Proteïneshakes houden me op de been, man. Ach, kom nou. Dat is nep. Je wilt toch niet zo'n domme boerenkinkel zijn die continu rondloopt in zo'n baan van pure stupiditeit? Ik ben dol op proteïneshakes. Ik ben de meest onnozele kinkel ter wereld. Dat doe dat. Geef hier die stomme proteïneshakes. Dus gaat het nog door vanavond? Uur of zeven? Nou, blijven wij dus saampjes weer over. Wat doe jij nou weer hier? Ik ben triktouw aan het spelen. Doe jij ook mee? Nee. Je houdt het uiteinde van een touw vast en je trekt het met je mee alsof er een zeeslang achter je aan zit. Zie je? Wil jij ook? Haal me liever hieruit! Dit noem ik nou leven. Vind je niet, Pet? Zo is het, bakken. Toch? Ach, je moet gewoon durven. Gewoon durven. En niet zijn. En niet zijn als deze heren. Kijk nou toch, geen ruggengraat. Zwak. Bang voor een eigen schaduw. Zo zielig. Zeg, Linde, het valt zo'n leven nou nog in te wisselen. Ja, absoluut. Pluk de dag alsof het de laatste dag is. Maar hoe doe je dat? Door te leven als ik. Leendert. Maar hoe kan ik... Door te leven als Leendert. Leven als Leendert. Leven als Leendert. Weet je dit wel zeker, SpongeBob? Hé, hey, kom op, Patrick. Ik wil gewoon gaan als een speer. Ik twijfel, SpongeBob. Het lijkt mij knap gevaarlijk. Ja, ja, je zegt het, Patrick. Dit is 100% leven als Leendert. Ja, moet je dat nou zien? Ik zie daar twee mensen die weten wat leven is. Klaar voor de lancering? Ik ben trots op ze. Ho even, die pijl staat rechtstreeks gericht op het ijzerzaagrif. Ze worden aan stukken gescheurd. Wacht, doe het niet. Stop. 3, 2, 1, gaat-ie. Nee. Oh, 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 oh.
Dames, jullie moeten mijn adviezen niet zo letterlijk nemen. Je moet het leven op zijn kop slaan. Maar wel dus blijven leven. Kijk! Hè? De gang loopt geweldig stijl af. Kom maar lekker bij zitten. Wat zou Leender doen? Wat zou Leender doen? Ik zou jou eens even laten zien wat Leender zou doen. Kom hier, jij. Hey, kom hier. Alles rustig aan de rechterkant. Alles rustig aan de linkerkant. Sorry, meneer. Sorry, mevrouw. Hey, wat is hier aan de hand? Willen jullie koekjes kopen? Nee, nee, ik heb een poot. We hebben hier een noodgeval. Ik heb het wapen. SpongeBob, waarom achtervolg je mijn been? Red, luister even goed naar me. Je been is enorm in gevaar. Heb ik gelijk, Patrick? Ik heb pijn in mijn been. Je wat? Mijn been! Nou ja, sommigen hebben altijd geluk. Je weet nu wel dat je been naar behoren functioneert. Ik weet het. Maar ik mis het ziekenhuis gewoon. Waarom? Nou, het is geheim. Oh! Ik ben verliefd op een zuster. Oh! Ben je verliefd op een zuster? Oeh! Prent, ik heb een idee! We breken gewoon je been! En dan zit je heel snel weer bij je tortelduif. Dat doen we! We moeten wel snel zijn, want ze heeft zo'n koffiebreak. Ik zeg, dan wordt het dus hoog tijd voor jouw break. Ik denk dat het met iets zwaarders moet. Ja, lijkt me wel. Hey! Hey! Oh, mijn lieve zusterengel. Ik kom eraan, schatje. En daar komt de liefdestrijd precies op het schema. Kijk uit met je been. Kijk uit met je been. Meneer Robot, dat is onbeleefd. Want hoe breken we vrij been nou? Hij is bang dat als er iets is met mijn been, dat de dokter hem dan vervangt met zijn been. Oh, is dat alles? Ach, dan neemt hij mijn been. Die groeit wel weer aan. Hoi. Alsjeblieft. Dankjewel, Spongeman. Deze is veel beter dan mijn been. Oh, het heeft geen zin, SpongeBob. Misschien zijn de zuster en ik helemaal niet voor elkaar bestemd. Nou, stop die start niet tussen je benen, mijn beste vriend. Ik heb een perfect plan om je weer in het ziekenhuis te krijgen. Oké, dit gaan we doen. Hey, mijn been! Mijn hoofd en borstkas! Wauw, wat een waanzin. Ik ben overal geraakt, behalve bij mijn benen! Wat mag het zijn? Ik wil een dubbele krabburger, krabfrietjes en... Dat was het. Een krabfrisdrank! Een krabburger! Mijn been!
Goed gedaan, Knullo. Mooi gevangen, zeg. Wat doen al die gekooide mannen hier? Ik word er een beetje nerveus van. Ons restaurant heeft nu een gevangenisthema. Ziet je tijd uit met onze nieuwe gevangenisburger. Geserveerd in een eenzame opsluitingsdoos met een uniek gevangenennummer. En er zitten zelfs speelkettingen bij. Wauw. Lijkt me heerlijk. Inderdaad, bij de krokante krab sluit je je honger op en gooi je de sleutels weg. Sorry hoor, baas, ik liep me heel even gaan. Patrick en ik trekken malle snuiten naar elkaar. Daar moet ik zo om lachen. Want ben jij niet goed bij je poreuze hersens of zo? Ik? Doe ik iets verkeerd? Ken jij het bekende gezegde dan niet? Als je te lang een bepaalde snuit trekt, zal die malle snuit verstrammen. Nee! Laat mij het verhaal vertellen van stram snuit. Het was een koude dag in november. En in bikinibroek woonde een man die graag een malle snuit trok. Het allerliefste stak hij zijn grote rode tong uit. Nog leuker vond hij het om zijn grote tong tegen mensen uit te steken. Wat barut! Maar toen hij op een dag zijn tong uitstak voor de 100.000ste keer, verstramde zijn snuit met zijn grote tong hangend uit zijn wafel. Voor eeuwig en altijd. Labdrol. Maanden kon hij zijn mond niet normaal open doen. Tot op een dag zijn tong opdroogt als een oude zeemleren lap en afbrak. Oh nee! Blijf dus maar lekker malle snuiten trekken, jongens. Mooi, laat dit een wijze les zijn. Neem niet kwalijk, meneer. Mag ik een servet? Maar natuurlijk, meneer! En volgende keer, dan kom je gewoon naar me toe, hoor. Het is zo vernederend om zoiets te moeten roepen. En voor wie zal ik hem signeren? Voor mijn staart, Vin. Ik pak hem zelf wel. V-I-N. Alsjeblieft, meneer. Vast opeens verlegen. Auw! Knel. Niet aan dat spateltje komen. Daar is hij veel te duur voor. Spijt me. Maar als je van plan bent hem te kopen, dan mag het even. Nou, ik heb toch wat geld in mijn zak. Is dit genoeg? Nee. En zo dan? Nee. En zo? 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 Nee. Dit is alles wat ik bezit. Kan ik nu die spatel kopen? Alles, zeg je? Leuke kleren heb je aan. Hey, oma, alles kids. Eten! Eten! Streepboek. We zitten in de problemen. We hebben geen krabburgers meer. En nu proberen die wilde beesten om ons op te eten. Hey, wie is hier verantwoordelijk voor? Ga direct die burgers opdraaien, Krully. Voordat we met z'n allen de lunch special worden. Ik ga al met de krabs. Nou, dat werd hoog tijd. Dank je, SpongeBob. Want zonder jou was ik nooit terug bij mijn engelgodin geweest. Oh, niks te danken, Fred. Je been heeft het voor elkaar gekregen. Ik kan niet wachten om je engelgodin te ontmoeten. Het wachten is voorbij, SpongeBob. Hallo, zuster Bazooka. Zuster Bazooka?
Weet je, dit doet me aan een liedje denken. Toen ik jou zag, hadden mijn vingers geen gevoel en mijn armen evenal. Maar ik struikelde over je hart en toen gaf mijn eenzaamheid een knal. Want ja, mijn been is verliefd. Hey, hij is in zijn saas. Als een oude schoen die past als een jaas. Mijn been is verliefd. Wauw, mijn been is verliefd. Van mijn merg tot in mijn been. Want daar gaat de liefde heen. Ja, mijn been is verliefd. Wow, mijn been is verliefd. Mijn kuiten worden weeg. Mijn dijbenen werd crazy. Ik ben verliefd op een zus. En zij is een echte Daisy. Zijn been is verliefd, ja, zijn been is verliefd. Ik weet het zeker, ja, mijn been. Zijn been, oh ja, oh ja. Mijn been is verliefd. Zijn been is verliefd, yeah. Hey, ik heb er altijd al een been in gezien. Ja, ik wil graag een kwart burger met een snufje Himalaya-zout, gerookte paprika en microgroen. Geef me één kwart. Wacht even, ik ben nog niet klaar met mijn bestelling. Jongens, help die man eens even. Ik sta hier. Ik wil mijn burger graag bekaast. Maar natuurlijk niet met zomaar een kaas. Heeft u belegen cheddar? En ja, zo wordt dat uitgesproken. Als cheddar. Jij eet de gewone krabburger, want dan komt iedereen nog eens aan de beurt. Meneer Krabs, zo behandelen we onze klanten toch niet? Dat staat in de handleiding van de krokante krab. De klant heeft altijd gelijk. Als die centjes heeft. Oh, wat een prachtige wijze woorden. Ik was het bijna vergeten, SpongeBob. Geheel tot uw dienst, meneer Krabs. Ketchupverspeler. Sorry, SpongeBob, ik meen het niet. Geen uitvallen meer. Ik word liever meneer Krabs, dat beloof ik. Is er ver. Het is zo druk bij de krokante krab. Ik kan er nooit eens even uit. Zo te horen moet er iemand op vakantie. Daar ben ik wel aan toe, ja. Maak u zich geen zorgen. Otto en ik zorgen wel voor de krokante krab als u weg bent. Mm-hmm. Tafel 3. Het spijt me, maar ik kan het niet aan jullie overlaten. Deze tent heeft een echte klerenkast nodig. Iemand die sterk is en de enorme druk aan kan, weet je? Maar wie heeft nou zulke kracht? Dat is het. Leendert, zou jij de krokante krab willen runnen? Zodat ik op vakantie kan gaan? Leendert heeft een sportschool te runnen. Kom op, Leendert, dat wordt leuk. Leendert is gek op leuk. Ik doe mee. Te gek. SpongeBob? Octo? Blijven moven, jongens. Deel die power shakes uit, dan gaat de hartslag omhoog. Excuus! Vreselijke voeding hier. We moeten wegwezen hier. Spijt me zeer. Ga maar zonder mij. Nee, toch niet. Octo, Leendert bedoelt het misschien goed, maar dit is de krokante krab niet meer. Dit was het heiligdom van de verrukkelijke krabburger. Maar nu is het een stinkende sportschool. Voel het branden. Wat doen jullie hier allemaal nog? Ga nou maar naar huis. We kunnen niet naar huis.
huis. We hebben geen krabburgers in huis. Ik moet echt een krabburger, man. Je moet me helpen. Dat is het! Die sportgasten zijn vergeten wat een simpel vettig genot het is om aan een krabburger te knagen. En dat gaan wij herstellen! SpongeBob, je verziekt Leendert's pompsessie! Leendert, jij verziekt de kokante krab! Grijp ze, mannen! Schieten! Hier komen jij! Geef hier! Geef hem een enkele! Geef hem een dubbele met kaas! Ja! Geef je over aan de smaak, Leendert! Vergeet het maar! Hij is te snel. We moeten hem afleiden. Hier, pak hem. Nee, je moet je ellebogen. Oh, vettig, sappig, kleverig, yummy. Hij is verrukkelijk. Ziet u wel, meneer Krabs? Het samenlevingsbulletinbord werkt. Ja, inderdaad. Het brengt me dichter bij mijn lievelingsdeel van de samenleving. Een centjes! Eens kijken wat mensen nog meer voor lief zeggen. Hé, hey, waarom sta je zo te schreeuwen? Niks hoor, ik hou gewoon van schreeuwen. Ga opzij, jong. Je blokkeert mijn geldgenererende bulletinbord. Als ik bij de krokante krab eet, krijg ik altijd een donker, leeg gevoel van binnen. Beest er 7? Auw! Niet op mijn bulletinbord! Oh man, wat is dat met die censuur? Het samenlevingsbulletinbord is voor iedereen. Je kunt er niet zomaar iets van afhalen omdat jij het onzin vindt. Ben ik Krabs? Surfervis heeft gelijk. Het bord is heilig en dat moeten we respecteren. Beste feest der 7, het spijt me enorm dat je een nare ervaring hebt gehad bij de krokante krab. En we beloven ons best te doen in de toekomst. Getekend, pakspookje 139. Hup, crisis opgelost. Crisis opgelost, meer iets van crisis dom gelost. Getekend, gozernaasje 3. Huh? Oh, dom gelost, lol. Wat maakt het uit? Ik kan van modder een betere burger maken. Waar komen al die briefjes vandaan? Potloden, papier. Potloden, papier. Ik wil de slechtste kant van mezelf bekendmaken. Waarom niet? En vergeet vooral niet je afkeer te voeden met de selectie van ons menu. Hé? Huh? Oh. Kon ik er nou maar achter komen wie die beest der 7 is? Hallo. Oh. Beester 7 is mijn nieuwe held. Hey, dat ben ik. Ja hoor. Hij weet pas echt hoe je klagen moet. Maar ik klaag de hele... Beester 7 is cool, omdat hij anoniem blijft. Oh ja. En hij is cool omdat hij op een pony rijdt. Misschien ben je niet blij met wat Beester 7 allemaal zegt. Maar je moet toegeven dat hij het echt houdt. Hij is een ware held in deze roerige tijden. Nou, dan ga ik mijn krabburgers maar verbeteren, zodat Beester 7 ze ook lekker vindt. Iets voor mij. Pakspookje 139, meer iets van Yankbaby 139. Gegroet, Beester 7. Zijn huidvol scheldende overdrijving heeft duidelijk je geloofwaardigheid verminderd. Oh, waarom zeg je dat nou weer? Je hebt gelijk. Ik had het beter op het bulletinbord kunnen hangen. Getekend knappe gast 42. Jij mag dan knap zijn, knappe gast 42. Maar je bent heel gemeen. Ja, dat is een goeie, ja. Een beetje van al die briefjes schrijven. Hebben jullie vast honger gekregen? Er staat geen lange rij bij de kassa. Ik heb mammetjes bij hem. Maar wacht eens eventjes. Dus niemand van jullie bulletinbordgebruikers koopt mijn burgers? Waarom zouden we eten kopen op een plek die, citaat, stinkt naar vieze oksels? Wat? Dat is niet waar. Ja, het staat op het bord. En het bord heeft het nooit fout. Wil iemand misschien een pen kopen?
Hoe zit het met papier? Dus dat gebeurt er met de ketchupvlekken? Betracht, beest ergens even! Ik scheur je aan stukken! Beester 7? Nou, daar ging mijn laatste briefje over, SpongeBob. Ik was van streek omdat mensen alles wat ik zeg verkeerd opvatten. Dus toen jij zei dat krabburgers net oude baseballhandschoenen waren, bedoelde je eigenlijk dat ze je doen denken aan je zorgeloze jeugd? Ja, denk ik. Je kunt hier alleen eten bestellen. Ik heb hem al, Octo. Bubbelbaars. Squarepants. Ik hoor dat jij een vette krabburger maakt. Jep, ik hoor dat jij nogal kieskeurig bent. Ja, jep. Oké dan. Alsjeblieft. Nou, Bubbelbaars, wat vind je ervan? Hij is best lekker, ja. Het enige is, je bent de augurk vergeten. Oh. Nee, de beste die er is. Ha, nee, dat dacht ik toch niet. Jij verliest. Maar... de augurk hoort ertussen te zitten. Ik had ze ertussen. Waar zijn ze nou? Augurk, augurk, augurk! Volgens mij ben je me 1 euro schuldig. 1 euro? De garantie. Niet goed, geld terug. Hoe dat? Kunnen we erover praten? Nee. En wat dacht je van korting op het toilet? Dacht het niet. Op een gratis glas water. 10 gratis glazen water. Ik doe de reis in. Nee, kom terug. 1 euro. 1 euro. Oh, 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 oh. Meneer Kraps, ik weet zeker dat ik er augurk op heb gedaan. 10 euro gaat mooi van jouw loon af. Wacht, wacht, wacht. Aan het werk jij. Dan wachten bestellingen. 1 krabburger, SpongeBob. Oké, deze keer verpest ik het niet. Eens kijken. Kontje, dan ketchup, dan mosterd en augurk. Nee, dat klopt niet. Kontje, mosterd, dan ketchup, de sla, dan de augurk. Nee! Mosterd, dan de top erop. Hé, waar is de burger nou? Augurk, ketchup, wacht. Oh, nee toch, ik weet het niet meer. Kontje, schoon, mosterd, bam, top. Nee! Oh, meneer Kraps, ik ben zo in de war. Dat ik niet meer weet hoe ik het moet doen. Neem jij de rest van de dag maar vrij. Nee, meneer Kraps. Wie maakt er dan de krabburgers? Maak je maar geen zorgen. We hebben Octo nog. Maar? Ik heb het. Ik heb het. Het is me opeens superduidelijk. Oh ja? Ja, ik realiseer me ineens dat ik het niet kan. Dat ik het niet kan, meneer Kraps. Ik ben een mislukkeling. Praat toch niet zo. Snap je het niet, korstige knakenhandelaar? Ik kan geen krabburger maken met alles erop. Ik kan geen burger op een kontje doen met sla, kaas, uien, tomaten, ketchup, mosterd, augurk en top in die volgorde. Wat hoor ik? Is Squarepants terug? Hier ben ik, Bubbelbaars. Ik dacht dat ik je hier weggejaagd had. Ik hoor hier thuis. Ik wil 1 krabburger. En deze keer
Niet de augurk vergeten. Zit erop. Met weer geen augurk. Kijk maar. Je hebt weer gefaald, SpongeBob, Sukkelpukkelbroek. Hé, hey, wacht eens even. Kijk, hij heeft de augurken onder zijn tong verstopt. En de augurken van de vorige keer. En mijn autosleutels. Hé, hey, mijn bus. Hé, hey, moet je kijken, Sandy. Ik ben zandig. Hey Sandy, wie ben ik? Hallo SpongeBob, kun je het kort houden? Ik ben iemand aan het vervelen. SpongeBob! Wie had er 20 pizza's besteld met salami en zand? Hey, Sandy. Hey, SpongeBob. Hi, Leendert. Hebben jullie zin om gewicht te heffen? Graag. Kom mee, SpongeBob. Ik kom. Probeer maar, Sandy. Knap hoor, Sandy. Dan moesten we nu maar weer eens gaan, hè? En nu een iets zwaarder gewicht. Let op. Oké, opgelet allemaal. Een paar voor je leen, hè? En nu met toevoeging van 2, tel maar 2 marshmallows. Geloof dat ik mijn broek weer heb gescheurd. Echt waar, hoor. Ik bescheur me om je. Hey Sandy, gooi hem eens naar mij. Oké, daar komt-ie.
Ik kan wel een handje gebruiken. Alles goed, SpongeBob? Jawel hoor. Maar mijn broek is gescheurd. Hoppa. Kijk eens. 1, 2. U bent een echte piraat. Ga gelijk naar de X die de plek markeert. U mag de schatkist opgraven. De schatkist? Zou het... Kijk nou toch eens, de schatkist! Hey, meneer Krabs begint weer te zweten. Zet die frituur maar aan, want ik heb een hele vette trek. Help, help niet doen! We zijn vandaag gesloten! Wacht, wacht! Hier, neem SpongeBob! De kok! Weet je hoe ik er naast hem uit zou zien? Mensen zouden denken dat ik een planetarium ben. Hoe bedoel je? Ik weet het niet, maar ik wil hem echt niet mee, papa. Dan moet ik uit het comité van het meest gefotografeerde model. Inderdaad, ja. We moeten iemand anders vinden. Attentie, wie van jullie gelukkige bofkonten wil met mijn lieftallige dochter Parel naar het bal?